Ik vind het leukste aan mijn baan om te werken met de mensen. En weer een blij gezicht te zien bij een cliënt als ik weer wegga. Voor mij is het bijzonder aan de Guldenakker, als je hier binnenkomt, dan voel je je meteen welkom. Het is hier een warme sfeer en iedereen is gezellig. En je ziet meteen dat iedereen het hier naar zijn zin heeft beneden in het krantcafé. En ik vind dat hier ook echt nog het dorpse te beleven is, wat heel mooi is aan Goorlen. Achter elke voordeur ook doet zitten mensen met eigen karakters, eigen belevingen, eigen geschiedenis en rijke wensen en behoeften. En dat houdt het ook uitdagend. Geen dag is eigenlijk hetzelfde. We hebben een hele leuke sfeer onder de collega's. We hebben zo ook een personeelsvereniging waar altijd activiteiten voor georganiseerd worden en feesten. Thebe en dus ook de Guldenakker gaan voor zelfstandige teams. Wat eigenlijk heel erg leuk is, want daarmee kunnen we de kennis van de verzorgende, van iedereen in het team benutten. Dus als je het leuk vindt om wondzorg te doen of daar verdieping in te zoeken, dan kun je aandachtsveld wondzorg zijn of met het rooster of met onbegrepen gedrag. Guldenakker met Luc, had u gebeld. Mensen moeten hier komen werken omdat je hier veel kansen krijgt, ook nog om door te groeien. Ik ben zelf nu ook weer met een opleiding bezig. Wat ik leer van collega's hier is eigenlijk heel veel. Ik leer op elke dag weer iets nieuws. Je hebt hier allemaal verschillende handelingen die je kunt doen. En ook verschillende bewoners en allemaal verschillende mensen. En gezelligheid staat ook wel voor de Guldenakker, vind ik. Als ik een oproep zou plaatsen voor nieuwe medewerkers hier, dan zou ik aangeven dat het hier heel fijn is om te werken, omdat je hier gewoon door kan leren en dat het hier niet stopt als verzorgende IG'er.